Goedenavond. De droom van Dirk Vriemout is voorbij. Vanmiddag om 2:05 onze tijd is het ruimteveer Atlantis veilig geland op het Kennedy Space Center in het Amerikaanse Florida. Wie de rechtstreekse uitzending gevolgd heeft, kreeg geen Dirk Vriemout te zien. De astronauten stapten na de landing in een afgeschermde bus. De landing verliep zonder het minste probleem en werd op deze manier ter plaatse meebeleefd door onze collega Suzy Hendricks. En ja, dit is het moment dat de shuttle helemaal door de geluidsmuur breekt. Net zoals een supersonisch vliegtuig dat doet. Door de snelheid die de shuttle heeft, wordt de lucht voor de neus en voor de vleugels samengeperst. En dat geeft dan een enorme knal wanneer die lucht zich verplaatst over het ruimteveer. Het doet hier ramen en deuren trillen in Florida en het is telkens weer voor iedereen een heel prettig moment, want het is zo'n beetje de welkomstgroet van de astronauten. Over enkele seconden zullen we heel waarschijnlijk het landingsgestel zien uitklappen. En dat betekent dat ze nog op een 12-tal kilometer van de landingsbaan verwijderd zijn. Het dalen gaat nu ontzettend snel. De snelheid wordt ook een beetje afgeremd. De shuttle is nog steeds heel moeilijk bestuurbaar, heel kritisch wat de wind en vooral de zijwind betreft. Daar gaat hij. We staan bijna aan de grond. Nog enkele ogenblikken. En applaus voor onze astronauten aan boord van de Atlantis 1 die weer na 9 dagen vlucht en meer dan 200 uren in de ruimte hier begroet worden. En de sfeer is hier opperbest. Hier wordt handgeklap, hoor ik hier in de buurt. En gegil. Het ziet er magnifiek uit. Iedereen is zeer tevreden. Het is een adembenemend schouwspel, dames en heren, om de shuttle hier aan de grond te zien komen. Het ziet er fantastisch uit. Op dit ogenblik zijn de grondploegen die straks de astronauten moeten opvangen al 2 uur in stand-by. Dat betekent dat zo'n 150 mensen verzameld rond 20 auto's en vrachtwagens zich klaarmaken om naar de shuttle te rijden. En dan zal het toch nog ongeveer een 15-tal minuten duren, denk ik, voor de trap eindelijk geïnstalleerd is en we Dirk Vriemout weer kunnen verwelkomen nu hij weer met 2 voeten op de grond staat hier. Maar we kregen hem dus niet te zien. Een perfecte landing na een geslaagde wetenschappelijke missie. De wielen van de shuttle hadden nauwelijks de grond geraakt toen bekend werd dat Vriemout de prijs van de Vlaamse regering krijgt voor zijn wetenschappelijk werk in de ruimte. Het zal nog even duren voor we met Vriemout zelf kunnen praten, maar Suzy Hendricks had na de landing alvast een babbel met zijn vrouw, lieve Vriemout. Goeiedag mevrouw Vriemout. U heeft Dirk al kunnen zien. Ja hoor. Ja. En wat waren zijn eerste woorden? Oh, ik weet het niet zo goed, maar hij zag er heel goed uit hoor, allemaal. Ja, veel beter dan ik gedacht had. Ik dacht ze gaan een beetje wiebelwobbel gaan, maar het was prima hoor. Ja. Hij is heel gelukkig. Ja, het was een prachtige missie, een hele goede landing. Dus iedereen is uiterst tevreden. Nu, hoe is het voor u geweest de voorbije dagen? Oh, dat viel nog mee eigenlijk. Ja, ik was samen met de kinderen in Houston. We hebben veel naar NASA Select gekeken, dus we hebben Dirk kunnen zien. En dat viel nog mee hoor. Dus na de launch viel er zo, ja, stress weg. En dat kwam gisteren wel een beetje terug voor de landing. Maar nu voel ik me prima. Blij dat alles goed gelukt is. Ja. Zou u het nog wel eens willen meemaken? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Dat kan ik nu niet zeggen. Nee. Oh, het... De launch zelf en dat alles wel, maar al wat er vooraf gaat, ja hoor, ik weet het nog niet, nee. Heeft u tijdens de vlucht met Dirk kunnen praten? Ja, 1 keer. Zondagmorgen 6:15 heeft hij kunnen opbellen, dus 4 minuutjes. Dus gedeeld met de kinderen, dus was weinig, maar het was wel heel prettig. Ik kon hem heel goed horen ook, ja.
En had hij belangrijk nieuws toen? Ging alles naar wens? Voelde hij zich gelukkig aan boord van het ruimteveer? Ja, hij voelde zich heel gelukkig. En hij vindt het, ja, dat het zo prachtig is, al het moois, de aurora's die hij ziet. En dan ook dat de wetenschappelijke experimenten zo goed liepen. Dus dat vond hij wel, dat is toch het belangrijkste. Hij is daarboven voor de wetenschappen in de eerste plaats. Ja. Hoe lang duurt het nu voor jullie weer samen zijn? Oh, straks, ik weet niet, is het nu 4 uur of 5 uur dat we nog moeten wachten. En dan kunnen dus 10 mensen hem zien. Voor 10 minuutjes, en ik weet het niet, dan gaan we naar, ja, naar Houston. Allemaal samen in 1 vliegtuig, dus. Dan zijn we samen, maar ja, samen. Morgen moeten ze weer naar NASA en voor de medische testen en briefings. Dus ja, het zal nog niet veel samen zijn. Het zal nog een paar dagen duren. Een paar dagen, een paar weken. Veel succes nog. Ja, dank u wel. De NASA noemt deze vlucht een bijzonder geslaagde missie. Iedereen is hier zeer tevreden. De landing is zeer vlot verlopen. Met de astronauten is het ook goed gesteld. En een eerste inspectie van het ruimteveer laat vermoeden dat de shuttle de 9 dagen durende missie ook heel goed heeft doorstaan. Omstreeks deze tijd vertrekt Dirk Vriemhout naar Houston. Daar gebeuren namelijk de D-Flight briefings. Dat wil zeggen dat Dirk de komende dagen zich weer moet gaan aanpassen aan onze manier van leven hier en onze tijd. Indeling. Wellicht is het zo dat we hem op 13 april terugzien en dan beloof ik u beslist een uitgebreid interview met hem. Dit was Suzy Hendricks voor VTM vanuit Kennedy. Onderzoek achter de rug. Gisteren kon u de geslaagde landing van de beroemdste inwoner van Poperingen al rechtstreeks meemaken. Maar Dirk zelf kregen we toen niet te zien. Nu dus wel en hij straalde. De vrouw van Dirk had onmiddellijk na de landing haar man eventjes ontmoet en het enige dat haar was opgevallen was dat zijn gelaat een beetje was gezwollen en dat hij wat had afgezien van de draaiziekte. Maar Dirk Vriemhout zag er toch weer stralend uit en hij liet dat bij de geïmproviseerde persconferentie op Cape Kennedy Center andermaal blijken. Het was unbelievable for me. It was an experience. It's really something exceptional. It was a very good flight, very good crew, an exceptional commander, outstanding, and he took care of us. And we had the blue team and the red team, and that we worked very well together. And we have good scientific results. I'm sure that we will get get nice, interesting papers and good results from this mission. Oh, c'est beaucoup mieux. C'est impensable. It's much better than you could imagine. It's hard to describe. It will take me months to be able to describe what I have seen and what I have experienced in these 9 days. It was really good. De missie van 9 dagen is een perfecte aflevering geweest. Atlantis heeft 143 rondjes rond de aarde gemaakt. Dat is bijna 6 miljoen kilometer. En in die 9 dagen zijn meer dan 900 miljard bytes aan informatie verzameld. En tegen die informatie is verwerkt zijn we zeker maanden of zelfs meer dan een jaar verder. De astronauten gaan nu voor een volle week in afzondering, voor een debriefing en een grondig medisch onderzoek, waarbij vooral de gevolgen van de gewichtloosheid worden nagegaan. Maandag over 8 dagen is er dan een echt.